De schade op het Hoornse bedrijventerrein is groot. De konijnen vreten bijna alles kaal tot 40 centimeter hoogte. Nou, die konijnen zitten hier natuurlijk al een tijdje. Alleen dit jaar is het wat erger dan de voorgaande keren. Wij denken dat het te maken heeft met onder andere het baggerdepot wat bij een windsingel is aangelegd. En we denken dat daardoor de konijnen op zoek zijn naar eten. En ze kunnen dat nu niet meer daar vinden omdat de struiken en bomen daar zijn gekapt. Ondernemers hebben al eerder aangegeven dat zij zich zorgen maken. Door de ondertunneling van konijnen ben ik bang dat mijn bedrijfspand op instort staat of gaat verzakken. De kosten die eraan mee gemoeid zijn. De bomen gaan niet per definitie dood, maar het worden wel risicobomen. Een natuurlijk verloop van de konijnen helpt Hoorn niet van het probleem af. Een gespecialiseerd bedrijf in faunabeheer denkt dat afschieten de enige oplossing is. Maar zover zijn de gemeente Hoorn en het bedrijventerrein nog niet. Goed bekijken van wat de voor- en nadelen zijn van elke oplossing die er is. Faunabeheer Duuk zegt afschieten. Ja, dat is een optie. Maar goed, net wat ik zeg, gaan we samen met de gemeente gaan we kijken van wat de beste optie is daarvoor.